het mee eens. Nee, ik wel. Vrouwen kunnen zeker niet inparkeren. Ik kan zeker niet inparkeren. Als jij nu iets gaat zeggen over mijn rijskills, dan vervoer ik jou nooit meer. Ook. En dat is een probleem. Ik kan het echt niet. Ik krijg al nu, zelfs als ik eraan denk, een beetje van die zweethandjes. Ik ken ook zat mannen die niet kunnen inparkeren, hoor. Mijn moeder kan het heel goed. Waar heeft ze dat geleerd? Van je vader? Nee. Jouw vader? Wat? Mijn vader, die zelfs op de landingsbaan van Schiphol krijgt hij hem nog scheef tussen de vakken. Ik ben echt master in parkeren. Ja? We hadden dus laatst dat jij dus ging parkeren en dat je dus niet wat verder naar je huis wilde, omdat je dan moest inparkeren. Ik had gewoon geen zin. Ja, maar ik parkeer heel vaak. Je hebt gewoon geen zin. Algemeen hebben vrouwen toch meer moeite met het inparkeren. En je hoort het wel vaak, maar ik vind het wel heel stereotyp. Nou, ik denk dat over algemeen mannen dat beter kunnen dan vrouwen. Vrouwen kunnen inparkeren. Kijk alleen naar wanneer het hun uitkomt. Wanneer het hun uitkomt. Nee, ik denk eigenlijk ook niet dat mannen dat goed kunnen. Mannen kunnen wel multitasken, maar doen dan beide taken niet zo goed. Nou, jij sowieso niet. Nee. Nee, ja, ik weet eigenlijk niet waar dit voordeel vandaan komt. Waarom kunnen vrouwen dat beter dan mannen? Het is vooral een leugen dat vrouwen dat wel zouden kunnen, want ik kan het ook niet. Terwijl ik dus met jou aan de lijn was, toen was ik dus ook mijn cappuccino dus aan het betalen. Het is veel te moeilijk in één keer allemaal. Het lukte niet, dat hoorde ik ook aan de lijn. Ja, precies, dus ik kan niet multitasken. Nee, jullie zijn wel een stuk simpeler. Ja, heel bedankt hè. One track mind. Ja, gewoon ik doe nu dit, praat niet tegen me, dan doe ik daarna weer iets anders. Oh, ik heb één keer, ging ik mijn haar krullen en mijn benen scheren tegelijkertijd. Ik wil gewoon één ding in mijn hoofd hebben. En dat moet ik dan doen. Okay. Maar dat gaat dus niet goed, want op een gegeven moment dat ik... Dan ben je gefocust en dan doe je dat en dan ga je het afstrepen en dan ga je het volgende ding doen. Misschien ben ik ook niet zo goed met multitask. Ik geloof dat ik het ook niet kan. Ja, ademen en... Maar dat is het ook echt. Ja. Nee, mannen zijn over het algemeen handiger, Min. Zeker wel. Ja. Jij niet? Wat? Handiger met klussen bedoel je? Met de zagen, dat timmeren... Dat ligt eraan. Ja, echt schuurtjes bouwen, denk je dat je ieder man moet hebben. Nou, je hebt wel een kapseltje erop geboord. Ja, die er toen 2 dagen later weer aflazerde. Nou, ik laat het ook heel graag doen door een man, hoor. Van, oh nee, ik weet echt niet hoe het werkt. Ik ben een vrouw. En dan ga jij het voor me oplossen. Ik kan zelf niets. Nou ja... Ik kan wel boren. Ik heb een keer gewoon een heel weekend gewoon bij een meisje de kast in elkaar geklust. Ja, alleen de kast. Alleen de kast in mijn kast. Ik weet even niet hoe ik je moet reageren. Dus ik ben dan handiger. Ja, ik doe alsof jij handig bent, zodat ik het niet hoef te doen. Ik kan ook voor geen meter klussen. Ik kan echt niet klussen. Ik ben het ermee eens. Dus, wat dat betreft, heb je al gauw gewonnen bij mij.